Zie je niks, Jan? Zonder dit licht wordt het lastig. Ja. Dan zetten we Hans gewoon in de duisternis. Het gaat om de teaching. Nou. Vaag beeld en dan gewoon dat gepraat. Is toch ook mooi? Vaag beeld is ook leuk, hoor. Het is helemaal niet erg. Heel veel mensen die luisteren er toch alleen maar naar. Want waarom zou je de hele tijd naar dat gastje gaan zitten kijken? Nee, dat wordt het eigenlijk wel bezig met het anders. Maar het komt goed. Hou het de kant op. Dat wegbewegen de hele tijd, dus door te zoeken, dat ik denk, ja, nog een zatzang, nog een boek, nog een... En constant die onrust om iets te missen, want dan weet je alsof ik nog iets moet najagen. Maar misschien wil je nog iets meer zeggen over dat... wegbewegen. Nou, wat ik eerst wou zeggen is van dat het er een beetje op lijkt, hoe gek dat ook klinkt, dat we moeten proberen in die toestand te verkeren die we eigenlijk nastreven. Dus hoe meer ik in een satsang kan zitten zonder oogmerk om iets te snappen, om iets in te zien, om iets te verkrijgen, om iets kwijt te raken, om wakker te worden, hoe groter de kans lijkt dat dat kan gebeuren. En daar hebben we dus dat leegmaken, dat mijzelf ondoen van mijzelf, hoe raar dat ook klinkt, voor nodig. Dus hoe ontvankelijker ik kan aanwezig zijn, dus wel wakker aanwezig in de zin van dat mijn aandacht helder is, maar niet van, oh, ik hoop dat ik dit inzie of dat ik dat kwijtraak of dat er iets gezegd wordt waar ik iets aan heb. Hoe meer ik in die ontvankelijke, wakkere, aandachtige toestand ben die nergens op uit is, hoe groter de kans is dat ik inzie dat ik het zien ben dat nergens op uit is. Ja. Dat lijkt de paradoxale kern van de zaak. Waardoor het dus ook voor het dagelijkse, wil ik daaraan toevoegen, van belang is dat we vrije ruimte creëren. Dus zeker these days. Mensen hebben gigantisch de neiging om iedere 5 minuten die ze over hebben of te gaan kwabbelen of in een smartphone te duiken. Nou, als je je aandacht wil verspillen, dan is dat wat je doet. En dat is dus zo'n beetje het omgekeerde van wat eigenlijk nodig is. Ook op een biologisch level, we hebben vrije ruimte nodig gewoon voor de standaard emotional processing, waarbij je dus niet eens bewust iets hoeft te doorvoelen, maar gewoon om ons systeem de kans te geven dingen te verwerken, heeft het onbelaste ruimte nodig. Maar als we dat dus volproppen de hele tijd met van alles en nog wat, krijgen we die kans niet. Dus degene die wakkerheid zoekt, doet er goed aan om ruimte te creëren en al die attention sucking shit en devices eruit te flikkeren. Degene die al heeft ingezien, maakt niks uit. Die zal er geen zin in hebben waarschijnlijk, maar dat is een ander verhaal. Maar dus hier zitten inderdaad, van ga hier gewoon zitten alsof je naar muziek luistert. En je zit niet naar muziek te luisteren om iets te begrijpen. Of om iets op te lossen, of om iets kwijt te raken, of om wijzer te worden. Je laat het gewoon door je heen golven. En wat ik vaker heb gezegd, als er net die kerende woorden bij zitten die jij nodig hebt, je hoort ze heus. Maar niet als we in beslag genomen zijn. En dus aan de ene kant is het goed om soms dingen aan te kijken, en dat heb ik uitvoerig beschreven, om overtuigingen op te ruimen of iets te doorvoelen wat me de hele tijd wegtrekt bij die open aandacht. Maar er zijn ook momenten dat we dat allemaal aan de kant moeten vegen. Het kan maar geen zak schuilen met de houding zijn of ik iets inzie of dat ik beter word of dat ik iets leer. Ik wil hier nu alleen maar zijn. Want we zijn
heel erg bezig met te verkrijgen. We zijn natuurlijk ook Hollanders en dat zijn ondernemers puur sang. Dus ze zijn altijd uit op een voordeeltje. Maar dat is niet de beste spirituele houding, zou ik maar zeggen. Dat is leuk voor bij de Jumbo. Dus we hebben weer, en daar heb ik het ook vaker over gehad, het onderscheidingsvermogen nodig van wanneer heb ik geconcentreerde aandacht nodig in de zin van ergens doorheen te komen of iets te begrijpen. En wanneer moet ik het gewoon eens even allemaal overboord flikkeren. To allow it to happen, if it wants to. Alles aan de kant. En dan kunnen we meemaken dat al is het maar 10 seconden die leegheid gevonden heb, dus me ontdaan heb van mezelf, dat ik inzie dat dat het nou precies is. Vrijheid is niet van dat je altijd gezond of gelukkig of blij bent of altijd je zin krijgt, maar dat je je kunt ontdoen van jezelf. Zoals Wai Wu Wai ooit zei, van waarom ben je aan het lijden? Omdat 99% van je inspanningen en gedachten gericht zijn op jou. En die bestaat niet. Het is wel een vrij aardige samenvatting. En dat is dus ook iets wat we mee kunnen nemen in het onderzoek, van zodra er een vraag opkomt in ons, en we zijn bezig, zodra die in de formulering zit, hoe kan ik, daar heb je hem alweer. We zijn iets aan het doen voor die ik. Maar feitelijk is die ik een waarneming, it's a construct, die wordt gezien. Die ben jij helemaal niet. Dus je zit de hele tijd voor dat fantoom van alles te onderzoeken en te doen. En je hebt dan ook nog, waarschijnlijk, niet allemaal, maar de meeste, het idee dat dat fantoom ooit verlicht gaat worden. Dat er dan een verlicht fantoom rondloopt. Een enlightened ghost. It's not gonna happen. And the crowd went crazy. Het is geen leuke teaching, hè? Nee. Dus nee, we zijn allemaal onderweg en uiteindelijk worden we allemaal verlicht als we maar 40 levens doormediteren. En uiteindelijk komt het allemaal goed. En dan krijgen we de nieuwe aarde. Fucking hell. Ik hoop dat ik tegen die tijd dood ben. Dat hoeft niet, dat gaat niet gebeuren. We naderen het bewustzijnskantelpunt. Oh god. Kan je dat nog eens herhalen, want? Nee. In staat zijn om jezelf te ontdoen. Ja. Dat is ook wat ik in essentie altijd bedoel als ik zit te zeuren over back-off. Je merkt op een gegeven moment, je kunt zien dat je op een gegeven moment vanuit ik-belangen, wat dan ook, aan het doen bent. En dat je, als je gevoelig genoeg bent, en ik denk dat we gevoelig zijn, kan merken dat het steeds gecomprimeerder wordt, dat je steeds kleiner wordt, eigenlijk. Eigenlijk op het moment dat je dat merkt, heb je de kans om eruit te springen. Weg met die ik. En al het gezeur wat erbij hoort. Wat zo legitiem lijkt als je in die meer geïdentificeerde modus zit. En meestal, als je met dat geïdentificeerde gekwebbel aankomt bij anderen, krijg je alle bevestiging die je wil. Van ja, dat is ook heel erg, of oh, sorry, en weet je wel, het is me ook wat moeilijk. Of de andere kant, inderdaad, net alsof we kleine kinderen zijn, komt allemaal wel goed hoor. Of van dat soort dingen, of als iemand doodgaat, oh, she's in a better place now. Dat soort gekeuvel. Weet je wel, vanuit een uitgezoomd perspectief ziet dat er allemaal echt verschrikkelijk uit. Al die platitudes.
Maar we kunnen zelf ook zo worden. Als we geïdentificeerd raken, worden we gewoon platitude mensjes. Wat betekent dat hoor? Platitude is net zoiets als een cliché. Allemaal van die platte opmerkingen. Dingen die heel vaak rondgezongen worden, die zo langzamerhand betekenisloos zijn. Of ongeveer het omgekeerde zijn geworden van wat er bedoeld wordt. Of gewoon wat maar onnadenkend. Iedereen roept iets en ja, dan roepen we dat ook maar. Ja, dat komt hier en daar. Ja. Repeat, repeat, repeat. Maar wat ons allemaal in de droom houdt van ik en de wereld als afgescheiden dingetjes. Dus het houdt ons in die waantoestand. Het is veel toffer om dat te herkennen en je dan meteen aan te onttrekken. Want het is helemaal niet erg dat het af en toe gebeurt. It will. Want dat is leven. Maar je hoeft daar niet te blijven zitten. En als we eerlijk zijn, en ik heb nogal eens met mensen gepraat de afgelopen 25 jaar, en er zijn er een hoop eerlijk, dan weten ze dat donders goed wanneer ze daarin zitten. En weten ze ook dat ze proberen voor dat kleine verzonnen ikje sympathie te winnen. Of excuses of verklaringen die niks verklaren in de zin van verhelderen, maar een reden zouden geven om, wat dus in mijn woordenboek een excuus betekent. En uiteindelijk is het dan alleen nog maar het waarnemen. Zien, ja. Nou, niet alleen maar, er zijn dus momenten dat er alleen maar zien is, want je kunt niet constant leven als alleen maar zien. Maar dat wordt dus een actieve mogelijkheid. Dus wat bij mij wakker worden betekent, is dat er een menselijk vermogen wakker wordt. Net als muzikaliteit in iemand wakker kan worden, dan kan dat benut worden. Nou, in het begin kost dat wat moeite en moet je opletten. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon vol automatisch. Dus dan krijg je dat, wanneer er al iets gebeurt wat tot meer identificatie leidt, op het moment dat dat gezien wordt, niet door een ik, maar gewoon door het totale systeem, is er een backing off. In plaats van daardoor prutsen en iets gedaan te krijgen voor dat geïdentificeerde verzinsel. Maar uiteindelijk vraag ik toch opnieuw dan om weer inderdaad terug te gaan en datgene wat zich daar aan het klunsen is, weer waar te nemen. Nee, dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. Yes. Dus in het begin kost dat allemaal moeite. Maar als het eenmaal echt is wakker geworden, gaat dat makkelijker en makkelijker en makkelijker. Het wordt steeds meer een vanzelfsprekend gebeuren. Totdat? Totdat ik dood ben. Als organisme. Want daar gaat niet meer over. Maar ik zeg dit erbij, van dat dus een vermogen is om duidelijk te maken dat er geen mens bestaat die constant in een gefixeerde positie zit. Of het nou helemaal geïdentificeerd is of helemaal uitgezoomd. Het fluctueert. Alleen het zal voor de ontwaakte veel moeilijker worden om in een totale identificatie te komen en zeker om dat langer dan 5 seconden te laten duren. Die kracht van dat zin is veel te groot. Dus het voorkomt het heel vaak en wat het ook doet is een heleboel ik-gedachten reduceren. Want vanuit een geïdentificeerde modus is de enige die interessant is, jijzelf, en gaan dus alle gedachten en inspanningen om die ik. Vanuit een uitgezoomd perspectief helemaal niet. Dus zijn er minder zorgen en is er minder ellende enzovoort. Want het is niet de hele tijd me, 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 me en als er maar niet dit. Nou ja. Oké, okay, dat was het. Dus wat bij de meeste mensen, de gewone mensen, let zij, soms gebeurt dat ze zich bewust zijn van hun identificatie en wat daaruit voortkomt, is in die wakkere toestand gewoon altijd aanwezig. Wat dus niet wil zeggen dat er nooit eens identificatie opkomt, maar het wordt meteen herkend. En op het moment dat dat een bepaalde intensiteit dreigt te benaderen, is er een backing off. Vanuit die andere toestand, vanuit de normale geïdentificeerde positie, doet men er eigenlijk alles aan om die identificatie in stand te houden.
Daarom worden mensen zo kwaad als je een andere opinie erop nahoudt of iets niet mooi vindt wat hun wel mooi vinden enzovoorts, want dat is allemaal heel belangrijk. Nou, dat is best leuk om over te kibbelen, maar het is niet heel belangrijk. Bovendien, we weten veel te weinig. Dus, de ene sfeer probeert eigenlijk de geïdentificeerde ik te beschermen en in stand te houden en daar argumenten voor aan te dragen vanuit dat andere perspectief, is, ja, het is bijna hilarisch. Why would you? En dan krijg je een grappig fenomeen dat er hele stellige dingen geroepen kunnen worden en die kunnen vervolgens ook weer in de prullenbak geflikkerd. Want mijn leven hangt er niet vanaf, van een opinie. Nou, vroeger wel hoor. Want waar krijgen de meeste mensen slaande ruzie over? Over opinies. En dan meestal over een onderwerp, zoals gezegd, wat nooit werkelijk bestudeerd is. Het is, wauw. En dat heeft dus nooit met het onderwerp te maken, maar met de verdediging van het ik. En de bevestiging van het ik. En het laten zien van het ik. Ik moet mij laten gelden. Voelt ook heel vrij zo. Ik wil ook altijd zien als mensen zich heel druk maken. Dat vind ik ook altijd leuk als groepjes gezamenlijk zich inzetten voor iets. Een demonstratie. Maakt niet uit van welke hoek. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Tegen de haat! Dan denk ik, oké. Very convincing. Tegen het fascisme. Oh my god, weg hier. Het zijn moordenaars in potentie. Run. Geestig, alles. En de fun part is, heel stilletjes op de achtergrond, want dat is het leuke van die kwaliteit van zin. Die trekt geen aandacht. Die vindt ook niet dat we daar gebruik van moeten maken. Die vindt ook niet dat we moeten realiseren dat we daar eigenlijk zijn enzovoort. Maar het is er de hele tijd. En zoiets als dit, een drila, kost geld, maar zin niet. Je betaalt niet voor het zien, maar dat ik maar opoffer om hier te zetten. Want zien is gratis, waarheid is vrij. Het is er de hele tijd. En dat kan dus opvallen, zoiets. Dus er komt een gedachte op. Dus er is denken. Maar je denkt niet alleen. Je weet toch ook dat er gedacht wordt. Dat betekent dat het ziener is. En die vindt niks van wat er gedacht wordt. Van oh, mooie gedachte of lelijke gedachte. Nee, dat is een gedachte. It's right there. Dus als er een gedachte verschijnt, bewijst dat vooral dat het zien aanstaat. Maar wij laten ons meteen vangen door de gedachte en zeggen, oeh, daar had ik niet moeten denken. Of, oh, kijk maar eens even slim zijn. Je kunt ook de aandacht richten op dat wat zit. En als je naar de gedachtenstroom kijkt, net als met dat praten, dan zitten pauzes tussen. Het is niet da-da-da-da-da, alles volgeluld. Het is net als tekst, er staan punten, er staan afstanden tussen woorden. Er zijn ruimtes tussen zinnen. Daar is het leeg. Daar kun je ook op letten, in plaats van op het geklet.
of er komt een gedachte of een emotie op, dan kunnen we ons daarop fixeren en dat allemaal gaan analyseren. Of we kunnen net een half metertje als het ware daarnaast kijken en dan zien we dat die emotie of gedachte in space verschijnt, in een openheid, een leegte. Nou, je kan je op zo'n gedachte gaan fixeren of je gaat er helemaal mee aan de gang, zeg maar. Maar je kan je ook daarnaast begeven in de space. Ja, gewoon dat je opmerkt waarin het verschijnt. Ja. Dus je kunt je laten vangen door een gedachte of gaan zien waar die in verschijnt. Iedere gedachte verschijnt in diezelfde beschikbaarheid of openheid. Dat is de enige constante die je kan zien. Met gedachten op te doen. Ja, dat is wat er meestal gebeurt. En het is fijn als we een tijdje, en het hoeft niet de hele tijd, maar een aantal keren per dag opmerken dat een gedachte of een emotie verschijnt in die ruimte. Dan hebben we de kans dat we, als we eens erdoor meegenomen worden, dat we dat proces ook zien. Dat onze aandacht gewoon die gedachte pakt, die gewoon als een vogel voorbij fladdert. Mijn gedachten en wat er dan meteen allemaal gebeurt, hoe ik meteen comprimeer en uit de compleetheid ga. Terwijl er ook een ander soort denken meer vanuit de backseat mogelijk is, dan komen ze voorbij en het wordt gewoon aanschouwd. Maar ik hoef ze niet te grijpen. Ik kan ze gewoon zien en dan kan ik ook veel beter zien, oh, deze makes sense, dit niet. Of dit is alleen maar een uiting van een emotie, het is helemaal geen gedachte, het is mental bowel movement. Weet je wel, het zijn de darmen bijna die, weet je wel, dat is geen denken. Dus dan gaan we ook op een gegeven moment, terwijl we gewoon alleen maar zitten te observeren, we doen niks, we observeren, dan gaan we zien wat gewoon emotionele blabla is en wat een werkelijk denken is. Dat is pretty cool. Ja, wat ik de laatste tijd merk, was vrij heel erg piekeren.
En nu krijg ik daar wat meer ruimte tussen, want ik zie mijn hoofd dan heen en weer gaan en dan raak ik mezelf aan en denk ik, nee, het is echt puur mijn hoofd, het is hier helemaal niet. Dus er komt langzaam wel meer space, zeg maar, dus zodat ik er naar kan kijken en dan gaat het wel eerder weg als voorheen. Eerst kan ik dan een hele dag in meegesleept worden en de laatste tijd is het kortstondig. Ja, je kunt het dus omdraaien van als het dus malen is, wat dus geen denken is, maar het is eigenlijk een uiting van emotioneel conflict. Dus de basis is emotioneel, maar dat boeit nu even niet. Maar je kunt er gebruik van maken. Er is dus een maalstroom. Gebruik het gewoon. Die maalstroom is er, die moet ergens in plaats vinden. Anders kan het zich niet manifesteren. Kijk en voel ernaast. Dus train jezelf als het ware om meer interesse te hebben in de space waarin het verschijnt dan in het geoude hoer zelf. Wat gewoon nergens over gaat. Behalve... Ja. Want het zijn de uitingen van angst. Het is het geklets van angst en dat is geen denken. Nee, totaal niet. Nee. Maar als het er dan toch is, kan ik er ook gewoon naast kijken. En de andere optie is, ik kan ook opmerken dat al dat geoude hoer... wordt gezien. Dus ik kan mijn blik richten op de space eromheen, waar het in verschijnt, of mijn blik richten op dat wat de gedachte ziet. Die twee opties zijn veel beter dan meegenomen worden en het serieus nemen of proberen te bevechten van die maalstroom. Ik raak mijn hoofd zo en denk, oh, dat is mijn hoofdwerk, dat is gewoon niet waar. En dan... Ja, dat is mooi, maar en dat is beter dan je mij laten nemen, maar mijn opties zijn nog beter. Want anders moet ik me blijven vertellen dat het niet waar is. Nu kan ik gewoon er gebruik van maken. Doet er niet toe of het waar of niet waar is, dat is namelijk irrelevant. Wat relevant is, dat jij dat bent wat al dat geoude hoer ziet. En hoe voelt dat? Dus als we meer interesse krijgen in hoe dat voelt, om het maar even zo raar te zeggen, dan hoe ik mij voel, dan verschuift er iets. Als de focus blijft liggen hoe het met mij gaat, blijf ik een mij. Ik wil dat het beter met mij gaat. Nou, ik niet. I want you to die. Niet in fysieke zin. Dat is toch al geregeld. Maar Hans, dan moet je eigenlijk psychologie gewoon aan de kant zetten. Dat is hele psychologie gedoe. Nou, het zou fijn zijn als mensen het psychologie echt zouden begrijpen. Daar zouden ze van kunnen opgroeien. Dus dat is één dingetje. Maar we hebben het onderscheidingsvermogen nodig om te kunnen zien wanneer wat ertoe doet. En als we alleen maar bezig zijn op het niveau van het de persoon proberen naar de zin te maken, dan blijven we een persoon. Maar moet je dan niet eerst gewoon dat hele... die troep accepteren, van dat is... Ja, accepteren? Nee, telt dat niet. Want je bent daar gewoon veel mee bezig, moet je dat niet eerst oplossen? Nou, het gaat er op dit moment om, ik zei er straks iets heel wezenlijks. Probeer hier te zitten op een ontvankelijke manier. Dus dat betekent alsof je nog nooit iets gehoord hebt. Dat is een goed uitgangspunt voor de meeste mensen om net te doen alsof ze... onwetende idioten zijn die echt nergens verstand van hebben. Dus dan zijn we namelijk helemaal open. Dus waar het nu om gaat is, als ik bezig blijf met de persoon het naar de zin te maken, dan blijf ik een persoon. Als dit landt, dan hou ik op met te proberen die persoon naar de zin te maken. En dan heb ik inderdaad die psychologie niet nodig. Dit gaat over iets anders. Dus... ik heb het vaak over volwassenheid aan de ene kant en daar is een periode niet eindeloos voor nodig om een paar dingen aan te kijken en te doorvoelen zodat je can grow up a little.
En zodat het je aandacht niet de hele tijd wegtrekt bij bewustzijn. De andere kant is, schenk je aandacht aan bewustzijn. Zie in dat je dat bent. En als we dus gaan zeggen, moet ik dat niet eerst al dat persoonlijke gedoe opruimen, dan heb je toch meteen door dat dat een ultiem excuus is om nooit aan bewustzijn toe te hoeven komen. Want die persoon is een eindeloze vat bagger die nooit tevreden zal zijn en er is altijd wel wat. En op een gegeven moment moet er een punt komen van oké, ik ben al 40 jaar bezig geweest om die persoon het naar de zin te maken. Misschien is het een idee om daar eens mee op te houden en gewoon de aandacht te schenken aan bewustzijn. Want anders ben ik nog 40 jaar bezig en de kans bestaat dat je die tijd niet hebt. Dat is de point op dit moment. Dus ik vind het, dat heb ik ook wel eens eerder gezegd, prachtig als mensen, zoals dat in sommige kringen heet, is een tijdje lang hun innerlijke kind verzorgen. Maar na een jaar of twee moet je hem gewoon doodschieten of verzuipen. En niet daar eindeloos mee bezig blijven. Ik sprak iemand die daar nogal mee bezig was en goed was. En die was het met mij eens. En die heeft jarenlang dit onderwezen aan mensen. Maar vond het ook wel eens wat ver gaan. En dat het inderdaad, zoals ik zei, van, wordt het niet vaak als een excuus gebruikt om eigenlijk maar kind te blijven. Ja. Dat dacht ik al, dus verzuipen dat krijg. Twee keer aaien en dan nekschop. Voor degene die wakker wil worden, niet voor degene die fijn wil spiritueel kant klossen. Dat vind ik. Ja, dat kan ook. Ja. Dus gewoon tot met het badwater weggooien. Ja, in dat geval inderdaad. Het kind en het badwater gewoon van vier oog naar beneden. Weg. It gives a nice splash. Even? Ja. Okay. Even. Er is een emotie die ik opzoek door bepaalde gedachten te hebben die je dan naar vindt. En als ik er niet aan denk, heb ik er geen last van. Is makkelijk te regelen. Ja. Want wat wil ik? Ik wil mezelf namelijk voor de toekomst beschermen dat ik dat nare gevoel niet heb. Of voorkom dat ik het nare gevoel heb, want dan denk ik dat ik daar niet mee kan leven. Nou, voor mij is het wel belangrijk, maar dan wil ik nou aan het sneaky doen, ben ik nu... Het zit al in de formulering, weet je wel. Voor mij is het belangrijk. Ja, voor die mij is het belangrijk. Ja, ik wil wel heel graag horen dat het niet belangrijk is in essentie. Of course it's not. Het is alleen van belang, de ik-illusie, die persona, dat gecreëerde ding, heeft van alles nodig om aan de gang te gaan of blijven. Het bestaat namelijk niet op zichzelf. Dus dat moet constant toevoer krijgen van allerlei bullshit om de illusie overeind te houden dat er een afgescheiden ikje bestaat. En zodra de toevoer stopt, flikkert het uit elkaar. Nou, dat probeert het ding zelf, als het ware, te voorkomen. Want dat ding heeft jou zo langzamerhand voor overtuigd dat jij dat bent. Daarom denken de meeste mensen ook dat dat gehouden hoor in hun hoofd, dat zij dat zijn. En valt nooit op dat je daar alleen maar naar zit te kijken. En zelf, zoals ik gezegd heb, dat er naar kijken is eigenlijk overbodig. Want daar zit dan al iets in van, oh, dat is belangrijk.
Ja, het is ongeveer net zo belangrijk als 500 ganzen die op trektocht zijn. Ze hebben ook werkelijk een enorme impact op mijn bestaan. Bovendien is er nog iets heel anders. Het is veel handiger om gewoon aanwezig te zijn. En mocht er eens iets vervelends gebeuren, en it will, om ermee te dealen als het er is. Ik kan mij namelijk niet oefenen in een of ander iets wat over 10 jaar plaatsvindt. Dus hou ik me daar niet mee bezig. Ik hou me liever bezig met iets wat zich nu manifesteert. Zou je dus kunnen zeggen dat zich dat nu manifesteert, is dan de vrees voor toekomstig leed? Er komt al heel gauw weer een neiging op, dan moet ik dat gaan voelen. Het leuke is dat vrees altijd met iets toekomstigs te maken heeft. En nooit met iets wat hier nu is. Dus als er op dit moment een tijger uit de hoek springt, is er geen vrees, er is een enorme schrikreactie. En een adrenaline rush en het zal tot fight, freeze of flight leiden. Ja. Vrees heeft altijd te maken met iets wat misschien gaat gebeuren. En het is bijna altijd gebaseerd op iets wat we denken dat er ooit gebeurd is. Dus we zitten dan meteen totaal gevangen in tijd. Terwijl als je gewoon hier bent, dat kan een onlustgevoel zijn, maar eigenlijk geen angst of vrees. Want hier nu is geen toekomst. It doesn't exist. Ja, klopt. En dus is die route van al dat soort vreesjes proberen op te lossen een eindeloze, want het is tijd puur zijn. En als ik één angstje heb opgelost, dan zal er een volgende te verzinnen zijn. Want dan heb ik mij bijvoorbeeld financieel helemaal ingedekt. En dan ineens komt het lumineuze idee, oh ja, maar ik kan ook nog ernstig ziek worden. Ja, dus ja, ik kan over 20 jaar kanker krijgen en hoe moet ik me daar nu op voorbereiden? Nou, het beste is gewoon niet, want dan verziek je ook dit moment nog. En als je eenmaal kanker hebt, meestal is dat niet zo leuk. Maar er zijn verschillende perspectieven op. Ik ken nogal wat kankerpatiëntjes. En een aantal zijn inmiddels bevrijd, overleden. Dus hebben er geen last meer van. En gaan doen we toch. Dus beter is om niet te kijken naar zo'n specifiek angstje of vreesje. Maar naar het mechanisme. If we back off a little, dan kan ik dus zien, er is een Fata Morgana die de toekomst vreest, die gelooft in het verleden en zich constant probeert in te dekken voor onheil. Hij is constant bezig zijn hachi te redden. Ertoe doen en mijn hachi redden, ertoe doen en mijn hachi redden. En als je daar een tijd lang naar zit te kijken en dus niet te veel laat afleiden door de verzonnen variëteit van de dingen, dan zie je dat het alleen maar dat is. Ik moet meetellen en ik moet oppassen. It's fucking boring. En iedereen doet dat. Vandaar dat verzekeringsmaatschappijen zo razend populair zijn. En al dat soort dingen. Iedereen, ik moet het doen, ik moet uitkijken. How can I be safe? Not. You can be. Not well. Safe? Nope. Een beetje verstandig met dingen omgaan, voilà. Weet je wel? Maar dan moeten we eigenlijk dat soort dingen zo min mogelijk energie en tijd en aandacht aan verspillen. Want we geven onze pure levenskracht, onze aandacht weg voor niks. En die hele geëconomiseerde mens van these days, die lijkt alleen nog maar daarmee bezig. En dan zijn ze uren en dagen lang bezig, want dan hebben ze een provider en dan krijgen we 1 gig meer data. Fucking hell! Dat gaat echt je leven veranderen. En wat doe je daarmee? Nog meer. Ja, dat is
Ah. En dan, dat is niet erg, maar dan zijn er ook nog bij die dan roepen, ja, ik wil waarheid, meneer. Mm-hmm. Mm-hmm. De bus gaat. Ja, mooi. Dan gaan wij ook. Dankjewel.